Voor de gemeente is de maat vol. Er komt een noodverordening in Veen. Verslaggever Dirk Verhoeven. De gemeente vindt het een zwaar middel, maar zegt niet anders te kunnen. Een noodverordening. Vanaf nu geldt hier een samenscholingsverbod en een vuurwerkverbod. Die waren er natuurlijk al, maar vanaf nu wordt het ook gehandhaafd. Daarnaast gaan ze mensen vanuit buiten Veen die hier niks te zoeken hebben weren. Maar blijkbaar kwamen er hier veel mensen heen om te feesten. Nou, en die mensen zijn vanaf nu niet meer welkom. Ook afgelopen nacht was het weer raak in het dorp. Er werden 2 auto's en een paardentrailer in brand gestoken. En ook werd er vuurwerk afgestoken en hielden de relschoppers geen afstand van elkaar. En dat dus voor de 3e nacht op rij. Dit filmpje gaat rond op social media. En op deze beelden is te zien dat de jongeren veel te dicht bij elkaar staan. De maatregel van de gemeente komt voor de Nederlandse Politiebond geen moment te vroeg. Want niet ingrijpen is een vrijbrief voor andere relschoppers in het land, zeggen ze. Politiemensen elders worden op aangesproken, joh, in Veen mag alles en hier mag niks. Overigens ook de politiemensen in de omgeving van Veen, die snappen dit ook niet allemaal hoor. Die hadden best willen handhaven. Maar kregen niet de orders om dat te doen. Dus ook die hebben veel vraagtekens. Dat betekent voor de jaarwisseling dat dit niet de manier is zoals we het aan moeten pakken. We gaan niet naar een nog hogere tolerantiegrens. Terwijl toch heel duidelijk is aangegeven, zowel landelijk door de politiechefs als door de minister, dat we een lage tolerantiegrens hebben en gaan handhaven en zeker bij misdrijven. En dat we dit soort tevreden niet toe gaan staan. Dus ik ga ervan uit dat dit een uitzonderingsgeval is waar het niet goed gegaan is. Maar dit moet niet de lijn zijn voor het land. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat ze niet gaan ingrijpen. Ze vinden het een lokale aangelegenheid. We hebben hier een gezondheidscrisis. We hebben een verbod op vuurwerk en WBI-brandstichting. Nou, hoe bond moet je het maken? En ik ken bijna geen stad waar niet direct wordt ingegrepen. En ik heb dat gisteren ook op andere plaatsen van politiemensen gehoord. Die hebben daar gelukkig ingegrepen. Vrij vroegtijdig op het moment dat er vuurwerk werd afgestoken en ze in de mogelijkheid waren. Dus dit heeft landelijke uitstraling. Dus is het landelijk geworden.